Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vorige week heb ik een re-upload gedaan van mijn meettrein, omdat ik nog niet helemaal klaar was hiermee. Ik zat met het probleem, hoe kan ik de snelheid van mijn trein meten? En ik was aan het proberen om dat te doen met een soort van oude balmuisoplossing met een wiel en een lichtsensor. En een paar weken geleden bedacht ik me ineens, Hall effect sensor, dat is wat ik moet hebben. En dit is een Hall effect sensor, deze kleine hier. En deze werkt als een soort van, het werkt niet helemaal als een transistor, maar ach, voor de vergelijk. Hier staat de stroom op zodat die gevoed wordt en dit is de signaalpin. Als hier een magneet bij komt, wordt het signaal doorgezet en kan ik het uitlezen. Het enige wat ik nu doe is registreer dat er een magneet bij is geweest en zet de lamp aan. En de eerstvolgende keer dat de Arduino door zijn loop heen is, zet hij hem weer uit. Dus ik kan nu demonstreren dat een magneet inderdaad effect heeft als het hier in de buurt zit. Die sensor en die magneet, nou eigenlijk deze magneet, deze hele kleine. Die ga ik op, ik denk de binnenkant van de wiel, de binnenkant van de fancy hier. En de Hall effect sensor komt hier dan tegenaan te zitten. Zodat ik nog eens kan kijken hoe ik de kabels erin ga krijgen. Nou, in ieder geval dan weet ik wanneer dat een wiel één ronde gedraaid heeft. En dan moet ik natuurlijk snel genoeg uit gaan lezen dat ik de snelheid van de wielen bij kan houden. Dat wordt nog een beetje experimenteren of dat lukt. Als ik weet wanneer een wiel rond geweest is en ik pak de straal of de diameter en doe iets met pi, dan krijg ik de omtrek en dan weet ik hoe snel die gaat en dan weet ik wat voor afstand dat die af heeft gelegd. En dan kan ik misschien zelfs wat positie bepalen. Nou, op dit moment zit hier niet zo heel veel meer op, want ik heb het een beetje hierin verstopt. Ik ben aan het experimenteren en aan het bevestigen en dat ik het ook wat makkelijker kan testen dan op de wagon zelf. Dit is de stroominvoer. Die zit normaal gesproken dus op de wielen aangesloten, maar nu kan ik hem rechtstreeks op mijn decoder aansluiten. Die komt hier binnen en hij gaat als eerste ofwel door de gelijkrichter, of naar de opto-isolator hier, die ervoor zorgt dat als hier een stroompuls op komt aan de andere kant, ik die uit kan lezen zonder direct de last te hebben van de 18 volt of hoeveel dan ook van de baan. De gelijkrichter, de uitgang daarvan gaat door twee weerstanden heen, zodat ik daarvan kan meten hoe hoog het voltage is. En ja, dat is enigszins discutabel met een PWM signaal of met wisselstroom, maar voor gelijkstroom werkt het zeker goed en ik hoop ook voor PWM redelijk. Andere output is dit losse draadje en deze zwarte die gaan naar een converter toe die het omzet naar 5 volt. Dat gaat dit blok in waar ik een, even kijken, mijn batterij aan kan hangen. Mijn lithium-ion batterij die ik hier net nog had liggen. Die wordt dan opgeladen of als er geen stroom op staat wordt daar stroom uitgehaald. Die komt uiteindelijk op deze kant uit en voedt ook nog die opto-isolator via nog een los draadje. Te veel losse draadjes. Goed, uiteindelijk komt er hier, wordt er een D1 mini gevoed, wat een Arduino afgeleid is met de wifi chip. Die doet alle metingen. Die gaat dus ook op die optoizer deze Hall effect uitlezen. Die leest het voltage uit. Die kan de DCC-signalen decoderen om in ieder geval aan te geven dat er signaal is. En heeft via I2C, als ik het goed heb, in ieder geval een seriële interface naar aan de ene kant mijn tilt sensor en aan de andere kant mijn display, zodat ik wat dingen weer kan geven. Nou, zoals je ziet, het is een bende aan draden, van alles zit los. Ik moet het helemaal nalopen en alle draden weer opnieuw vast gaan zetten. En liever nog zou ik hier iets van maken dat ik hier het een en ander van deze dingen ga stapelen. Dat ik gewoon een mooie stapel heb met
ongeveer gelijkvormige apparaten en deze nog op de bodem monteren. Deze ook nog aan de zijkant. Dat zal een klus worden. Maar als dat dan in elkaar zit, en het zit weer hier aan vast, dan begin ik weer iets te hebben wat op een meetrein lijkt. En dan hoop ik alleen dat ik hier nog de kap van heb. Want het is van voor de verhuizing. Zo. Ik heb even de Hall Effect sensor hierop gemonteerd. Dan zit hier een klein magneetje op de wiel. En de sensor zit hier tegenaan. En als het wiel draait, registreert de sensor elke keer dat het magneetje gepasseerd is. Deze Arduino Mega gebruik ik nu eventjes om dit te testen. Die meet elke keer, die kijkt elke seconde hoe vaak de magneet langsgekomen is. Berekent daaruit het aantal rondjes per minuut, RPM, rounds per minute. En dat reken ik om, weliswaar nog met een rekenfout, om naar kilometer per uur. Dus als ik hier aan draai, dan zie je, het is wat lastig met één hand, maar in ieder geval, je ziet dat daar wat gebeurt. Nou, ik weet dus het aantal keren per minuut dat de magneet langs de sensor komt. En ik weet dat de diameter van mijn wiel 10,8 mm is. En dat geeft mij een omtrek van ergens in de buurt van de... Oh, dat is in ieder geval 10,8 maal pi. Dus dat zal rond de 34 mm zal het ongeveer zijn. Dan heb ik het aantal millimeter per minuut. En dat kan je dan omrekenen naar kilometer per uur. Dit komt dadelijk allemaal aan die grote kabelboom te hangen. Zodat ik die hier nog heb. Die in de wagon komt. En op dat moment kan ik mijn snelheid meten. En als ik mijn snelheid weet, weet ik ook de afstand dat het ding over de baan heeft gereden. En dat kan dan weer behulpzaam zijn om een beetje te gokken waar op de baan iets is. En dan heb ik deze grote ook niet meer nodig. En dit schermpje wordt dan ook vervangen door een klein OLED schermpje. Dus tot zover. Bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. En dan komt aan bod, denk ik. Of ja, nee, dan denk ik dat ik laat zien hoe mijn baan er nu bij staat. Er is best wat aan gebeurd. Het is nog niet af natuurlijk, maar het is alweer een stuk gevorderd. En ik heb nog wat nieuwe wagons binnen. Ik denk dat ik daar ook weer eens een rondje mee ga rijden. Dus bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.